Goeiedag, mijn naam is Rens Gama. Ik ben 27 jaar, geboren in Haarlem, 11-7-1989. En dit is mijn cv voor entertainment. Ik ben begonnen met theater te spelen, rond 16-17 jaar. Dit heb ik gedaan bij de opleiding Kunst, Cultuur en Amusement, KCA. KCA is eigenlijk een opleiding waarbij je leert evenementen organiseren rondom theater, of muziek, eigenlijk alles wat entertainment evenementen te maken heeft. Het is wel iets meer gericht op evenementen entertainment. Dus het is een SCW-opleiding, sociaal-cultureel werker. Alleen dan meer richting de entertainment. Daar heb ik vooral heel veel theater gespeeld. Heel veel theater leren kennen. Achter de schermen, voor de schermen, alles gedaan wat eigenlijk een beetje met theater te maken had. Als eindproductie heb ik gemaakt voor mezelf, samen met de twee medestudenten, is een filmpje dat heet Ouija. Ik heb uiteindelijk de opleiding KCA afgerond. Nadat ik dat afgerond had, heb ik samen met een medestudent, Dave Terfstra, wat filmpjes gaan maken. Die heb ik gemaakt met de camera die ik gekocht heb, juist voor de eindproductie voor mezelf. Dat zijn allerlei verschillende filmpjes geweest met gewoon grappige dingetjes. Het gaat nergens over, maar het was voor ons om te leren omgaan met spelen, maar ook leren omgaan met het maken van filmpjes. Dit is ons meest recente dingetje, is toekomstige irritaties, dus de laatste die we gemaakt hebben. Er zitten ook de meeste special effects in die ik tot nu toe gebruikt heb. Het zijn niet gigantische vliegende robots, maar er zitten wel wat special effects in. Ik ben er op zich wel trots op, dus klik erop en ga verder kijken. Kijk naar Rens Schrama om te weten wat ik allemaal nog meer gedaan heb. Vlak nadat ik de opleiding KCA had afgerond, was ik gevraagd door een medestudent om mee te spelen aan de voorstelling Stak. Stak is een kleine theaterproductie geweest waarbij we eigenlijk met klassen rond gingen om een boodschap te brengen over seks. Het was een hele interessante productie omdat het dicht op de kinderen zat. We zaten tussen de kinderen en gingen vervolgens stappen om te vertellen, om onze scène te spelen. Dat maakte het wel bijzonder en dat maakte ook voor een bijzonder effect bij de kinderen. Achteraf gingen we ook het vragen stellen over de voorstelling en dan is het leuk wat je allemaal losgepeuterd hebt uit ze, wat er wel niet, hoe ze zich voelen. Sommigen zijn geschrokken, sommigen zijn juist verbaasd, sommigen zijn boos. En dat is ja, mooi, want daar doe je het voor. In de jaargangwisseling van 2011-2012 heb ik nog een andere productie gedaan, genaamd Scrooge. Dit is een hele grote productie geweest, een van de grootste die ik tot nu toe gedaan heb. Deze is gedaan samen met Erik van Meijsink in de hoofdrol als Scrooge. Mijn rol was de jongere versie van Scrooge. En Erik van Meijsink komt mee, Patrick Stoof, René Retel, Servaas Nelissen, Anna Sassen en meerdere spelers. Het was gewoon een hele grote productie. Het was 2 weken lang in de stad Schouwburg wonen bijna. Het was te gek. Het was echt heel gaaf. Erik van Meijsink heeft nog wel een referentie achtergelaten. Ik heb hier een link gestuurd van de referentie van Erik van Meijsink. Als je even wil klikken erop, kan je zien hoe hij vond dat ik het gespeeld heb. Nadat ik Scrooge gespeeld heb, was ik gevraagd door een medespeler van Scrooge om mee te spelen aan zijn theatervereniging genaamd J.J. Kramer, letterlievende vereniging. Lange naam, is ook een bijzondere groep omdat het niet hele nieuwe, het pakt een beetje de klassieke stukken, maar het kan hem ook wel weer een beetje veranderen. Dit is een te gekke ervaring geweest. Ik doe dit nog steeds. Als ik de tijd ervoor heb, speel ik daar nog steeds aan mee. Het geeft mij de mogelijkheid om alles te doen wat ik kan doen. Van groot naar kleine rollen, tot slechte rikken, tot goede rikken, tot hele slimme, tot hele domme mensen. En ik heb daar eigenlijk heel veel geleerd. En dat is ja, gaaf. Daar ben ik ook weer geregisseerd door René Getel, die meedeed aan Scrooge. Hij heeft daar wel een mooie referentie voor, dus die heb ik hier ook weer in een link gezet. Daar kan je op klikken om te zien hoe hij van mijn werk vond bij J.J. Kramer. Ik heb in de jaargang van 2013-2014 nog een keer Scrooge gespeeld, maar dan deze keer met Joost Prinsen en Peter de Jong. Ik had een wat kleinere rol dan die keer daarvoor. Het was een hele andere manier van laten zien hoe Scrooge was dan 2 jaar geleden. En dat vond ik wel heel gaaf. Dat was weer even wat anders. Daarna ben ik door
castleden van die groep ben ik ook weer gevraagd of ik mede wilde spelen aan een voorstelling dat heette Thuisvaart. Thuisvaart is een productie die door heel Haarlem heen ging. Je ging met de boot van plek naar plek naar plek en je leerde daar steeds meer van het verhaal kennen. Het was een hele gave ervaring omdat je echt van locatie naar locatie toe moest als speler en je moest proberen niet gezien te worden. Het was heel groot, want het ging door heel Haarlem heen. En het was heel opvallend. Er werden van allerlei kanten keken mensen. Het is me dan ook gelukt om in het twee bladzijden groot in de krant te staan. Ik stond dan wel in mijn onderbroek. Maar goed, dat hoort er allemaal bij. Dat is showbiz, dus dat vind ik niet zo'n ramp. Het is wel echt een ervaring die ik... Ja, ik heb van alles gedaan, maar dat was toch wel een van de meest bijzondere dingen. Als het gaat om echt even iets heel anders dan normaal. Dus dat vond ik wel gaaf. Ik ben nu uiteindelijk weer met iets nieuws begonnen. Dat heet Sneak Preview Review. Ik ga elke dinsdagavond ga ik naar de Sneak Preview. En daar maak ik een kleine review van de volgende dag. En die zet ik dan vervolgens op YouTube. Ik laat mijn mening weten over films. Ik laat eigenlijk mijn kennis weten over films. Als ik niet naar de Sneak Review kan, dan ga ik naar de, dan maak ik een top 5 of een top 10 van bepaalde dingen die ik leuk vind. Ook hierbij heb ik een klein linkje gemaakt, dus je kan even kijken naar een van de eerste sneak previews die ik nu gemaakt heb. Dat was mijn cv voor 2017 in januari. Ik hoop dat ik genoeg informatie heb gegeven en als er vragen zijn, dan hoor ik het graag nog. Ik wens je wel een hele fijne dag verder. Doei!